Ja, de plek van de ambassadeur. Hè. Ik heb er helaas weinig kunnen zitten. Want ik speelde in die tijd zelf professioneel tennis. En ik was gewoon 35 weken per jaar in het buitenland. Nou ja, dan blijven er weinig weekjes over om thuiswedstrijden mee te pikken in het stadion. Alleen vooral de eer dat je überhaupt als Feyenoord ambassadeur door het leven mocht. Dat deed mij heel veel goed. Het feit dat je officieel benoemd werd als Feyenoord ambassadeur, dat blijkt dat je het waarschijnlijk al was. Kijk, ik ben gewoon Feyenoord supporter en dat draag je uit. Dat is een gevoel, dat is bijna een way of life. Van Persie. Kan hij ook voorzetten met zijn rechterbeen? Ja, dat doet hij. Dit is zo mooi, hè. Je voelt gewoon wat al die mensen hier zo voelen, weet je wel. Dat vind ik ook zo mooi als je gewoon bij een avondwedstrijd helemaal, als je die lampen in de verte ziet. En vroeger, als ik dan hier ergens gewoon, kon je nog gewoon kaartjes krijgen, helemaal in het begin, weet je wel. Hoefde allemaal nog niet met clubkaart en zo. En dan kon je gewoon, dan stapte ik uit met openbaar vervoer. Eigenlijk net voorbij net op Zuid en dan dat stuk lopen en dat dan uit al die gaten en die spelonken komen al die mensen en die lopen dan zo met z'n allen naar het stadion. Met z'n allen gaan we de strijd weer in en je doet hier niks anders dan juichen en meeleven, maar dat gevoel heb je wel dat je met z'n allen die strijd ingaat en dat is natuurlijk dat is een fantastisch gevoel. Dat is hetgene wat ik eigenlijk in tennis het meeste gemist heb. Ik heb hier ook een keertje mogen zitten. Dat was voor een item voor de Feyenoordkrant. Samen met een journalist van de Feyenoordkrant. Een wedstrijd een keer vanuit hier meemaken. Ja, geweldige sfeer. Feyenoord-Groningen. Moeizame wedstrijd. En toen op een gegeven moment weet ik nog dat ik zei tegen die gasten waarmee ik zat hier. Zo van, binnen 10 minuten ligt hij erin. Ergens zo 60ste minuut geloof ik of zo zei ik dat. En ja, binnen 10 minuten werd er gescoord, dus allemaal helemaal blij. Toen zei ze van 5 minuten later, zei van, hoorde ik iemand een paar stoelen verder. Hé, klootzak! Oké. Ik zei, wat is er? Hij zegt, kun je volgende keer niet gewoon na 5 minuten zeggen dat ze binnen 10 minuten gaan scoren? Dan zitten we hier zo niet de hele tijd met die spanning. Zitten we hier zo. Dus dat soort dingen blijven je dan wel bij. Kiepritje was natuurlijk een held. Kult. Gewoon echt een cultfiguur. Weet je, net niet het figuur van een hele afgetrainde atleet. Maar wel precies weten wat je moet doen. En dan langzaam eruit zien. Maar dan toch wel weer heel slim zijn. En toch niet zo langzaam zijn als dat je er eigenlijk uitziet. Ja, geweldig. Geweldige speler. Orlando Trustful heeft mij een keer verteld hoe hij dat... Hoe hij dat een beetje beleefde. Want er was natuurlijk ook wel een tijd geweest dat hij niet in de basis stond. Hij kwam er best wel vaak, werd hij natuurlijk gebracht. En hij was al een held bij het legioen en terecht. En dan na een minuutje of 55 zei de trainer tegen Jozef van... Nou Jozef, ga maar inlopen. En dan ging hij zo omhoog zo. En dan ging natuurlijk iedereen... Jozef, Jozef. En dan zei hij tegen zijn medespelers, zei hij... Niet genoeg hard, zei hij. En dan ging hij weer heel even 5 of 10 seconden zitten. En dan deed hij weer zo. En dan ging natuurlijk iedereen nog harder. Jozef, Jozef. Nog net niet genoeg hard, zei hij dan. En dan begon die gast allemaal te lachen. En dan deed hij het nog een keer. En dan ging iedereen helemaal door het lint. En dan zei hij, genoeg hard. En dan begon hij aan zijn draffie om in te lopen. Dan was hij denk ik al moe aan het einde van het inlopen. Hij moest vooral niet te veel inlopen. Maar ja, dat is prachtig, weet je wel. Dat maakt het voetballen mooi. Dat soort verhalen, dat soort figuren.
Nou, dit is natuurlijk allemaal geweldig. De tunnel. Ja, super. Moet je nou toch voorstellen dat je hier zo dan zo die tunnel zo inkomt en dat je als je dit toch ziet staan, dan ga je toch gewoon, dan ga je toch gewoon nog eventjes iets harder. Meer motivatie moet je niet nodig hebben. Bep van Klaveren erbij. Ja, fantastisch. En toen die clubambassadeur was, dan heb ik hier ook een keertje mogen staan. Mocht ik het Feyenoord shirt helemaal mooi ingelijst, kreeg ik op de middenstip aangeboden. Nou ja, ik heb op Wimbledon centercourt gestaan, ik heb op Roland Garros centercourt gestaan, US Open. Ik heb alle grote tennisbanen gehad, Ahoy, geweldig. Maar ja, dat je dan de Kuip gewoon ineens, dat je daar op het veld staat in toch een redelijk gevuld stadion. Dat is toch wel iets wat mij altijd bij zal blijven. En dan hier al eigenlijk zo, heel eventjes zo, per ongeluk zo, even dat schouderduwtje al even erin zetten. Oh, sorry. Gewoon heel even die toon zetten voor zo'n wedstrijd.